dit moment is wereldwijd het probleem van obesitas groter dan de gevolgen van hongersnood. Maar waarom is nou obesitas zo'n epidemie geworden? De reden is simpel. Aan de ene kant, we eten te veel en te ongezond en we bewegen te weinig. En waarom vallen mensen heel vaak niet af? Nou, dat komt omdat er een heleboel andere oorzaken onder zitten. En ik wil eigenlijk met u beginnen bij het verhaal van Corné. Het enige wat opviel was dat hij eigenlijk altijd honger had. Noemen dat hij een foutje had in zijn DNA, waardoor het verzadigingssignaal vanuit zijn maag-darmstelsel naar zijn hersenen, dat deed niet meer. Want wij denken vaak dat we verzadigd zijn, dat we vol zijn omdat onze maag vol zit. Nou, dat is maar eigenlijk een heel klein stukje van het verhaal. Een groot deel van wanneer je vol zit, wordt bepaald door darmsignalen die een seintje geven naar de hersenen. Nu zit ik vol. En een hele bekende manier om ze totaal overhoop te schoppen is bijvoorbeeld een crash diet. Dus meer trek, lage verbranding, dat is het recept natuurlijk om weer meer aan te komen. U ziet deze heerlijke stroopwafel met een lekker knapperig korstje. Proeft u het allemaal? Op dit moment, dames en heren, bent u hongerhormonen aan het aanmaken. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere factoren die ook beïnvloeden of we wel of niet te dik worden. Denk aan bijvoorbeeld soms de cultuur waar we vandaan komen, de darmflora, slaap, het gebruik van medicijnen. Dat sommige middelen die we juist vaak voorschrijven, ook bij obesitas, dat die ook een gewichtsverhogende werking kunnen hebben. Bruin vet is het goede vet. Bruin vet kan je activeren. Hoe dan? Namelijk door kou. Stress op allerlei fronten bij kan dragen aan obesitas. Continu heb je een verhoogde aanmaak van het stresshormoon cortisol. Cortisol kan rechtstreeks vet naar de buikstreek leiden. Cortisol, het geeft snacktrek. En er komen nu steeds meer aanwijzingen dat bijvoorbeeld suikerrijke voeding geeft weer een verhoging van het cortisol. En nu ziet u hem eigenlijk ontstaan al, dames en heren. Dit is eigenlijk een vicieuze cirkel. Als we kijken naar overgewicht, dan moeten we natuurlijk ook aan de bron wat doen. We moeten op preventievlak een hele hoop doen. Wat we ook proberen is dat met preventieve maatregelen, dat we mensen met obesitas proberen te behandelen. En daarvan weten we dat werkt niet. Wat werkt er wel? De eerste gedragsverandering, gezonde leefstijl, gezond eten. Dan eventueel medicatie. En als het niet gaat, die hoge categorieën, dan pas een maagoperatie. Dus als ik het samenvat, al die factoren moeten we aanpakken om obesitas veel effectiever tegen te gaan. Wat ik hoop met z'n allen is dat we vanaf nu eigenlijk ook mensen met obesitas niet gaan veroordelen, maar veel meer gaan steunen. Dik ben je niet voor de lol.